val je gelijk wel in de reden om te zeggen niets meer te winnen dat. The fact that we don't have anything to win, such as points or qualification, does not mean that we will not play to win. De consequentie van de 5 wedstrijden die wij gespeeld hebben in de Champions League tot nu toe betekent dat we uitgeschakeld zijn. In the first match in Brussels, we were beaten even though we played one of our best games. We shouldn't have lost that game. Ik vind als ik mijn spelers moet gaan vertellen van nou we zijn hier dan dat we niks meer te winnen hebben, dan zeg ik heel eerlijk. My players will do their best in order to win. We weten waarvoor we hier zijn. We hebben de eerste wedstrijd natuurlijk thuis tegen Olympiacos nog heel goed op ons netvlies zitten. We have to think of the Belgian Championship, where we are some points away from the top. Voetballend gezien dan, we hebben totaal onverdiend verloren die wedstrijd. Alleen dat gevoel al, dat geeft al iets van revanche bij. We want to play a really good game tomorrow in order to help us for the future. Dat een hele moeilijke wedstrijd zou worden hier morgen, omdat Olympiacos moet winnen om uiteindelijk die tweede plek vast te houden die ze nu hebben. Dus het wordt een hete avond, maar van ons uit gaan we echt spelen om te winnen. En we weten ook dat we na deze wedstrijd nog 3 hele belangrijke wedstrijden in de competitie voor de boeg hebben. De achterstand is op dit moment minimaal. En dat willen we zo houden. Sterker nog, dat willen we verkleinen. En daarom is het ook al belangrijk om hier morgen een goede wedstrijd te spelen.